Prinses Amalia hoopt dat er snel iets verandert in de situatie rond haar veiligheid. Ze heeft weinig bewegingsvrijheid omdat ze wordt bedreigd. Ik ga er heel eerlijk in zijn, dat ik het nog steeds heel erg moeilijk heb, zei ze op Sint Maarten, op de laatste dag van haar bezoek aan het Caribisch deel van het Koninkrijk. Amalia denkt en hoopt dat de beperkingen niet blijvend zijn. Ik mis het normale leven, het leven van een student. Het door de straten lopen, naar een winkel kunnen gaan. Het is de eerste keer dat prinses Amalia in het openbaar spreekt over de bedreigingen. De prinses vond het fijn dat ze tijdens de reis met haar ouders, koning Willem-Alexander en koningin Maxima, haar vrijheid een beetje terug had. Ik heb een prachtige tijd gehad. Vorig jaar werd bekend dat de 19-jarige prinses vanwege bedreigingen niet in haar studiestad Amsterdam kan gaan wonen. Ze woont nog bij haar ouders en kan alleen naar buiten om naar de universiteit te gaan. De Rijksvoorlichtingsdienst, de politie en het Openbaar Ministerie doen geen uitspraken over de beveiliging van Amalia. De reis van de prinses van Oranje en haar ouders stond in het teken van het Nederlandse slavernijverleden. Ze bezochten het Caribische deel van het Koninkrijk om Amalia kennis te laten maken met de eilanden, mede als voorbereiding op het koningschap. Jaloers op mijn ouders, koning Willem-Alexander maakte zich tijdens het bezoek geen zorgen om de veiligheid van zijn dochter. Zelf ben ik geen expert van beveiliging, dus als ik me zorgen zou maken, zou ik me zorgen maken om iets waar ik geen expertise in heb. Dus dat laat ik aan degene die zegt, je kunt daar veilig rondlopen, zei hij. Als ik hier rondloop, denk ik daar helemaal niet over na. De koning sprak zijn trots over Amalia uit. Ik glim van trots als ik mijn dochter zie. Ze heeft fantastisch meegedraaid met dit bezoek over 6 eilanden. Op de vraag of ze wel genoten heeft, antwoordde de prinses, ik kan u verzekeren, ik heb ontzettend genoten en ben ontzettend dankbaar, aldus Amalia. Wel zei ze jaloers gekeken te hebben naar haar ouders, die al veel mensen kennen in het Caribisch deel van het Koninkrijk. Het zal nog veel bezoeken duren voor ik net zo soepeltjes rondloop als zij hier doen. Wil je meer van deze video's zien? Abonneer je dan op dit kanaal en like deze video. Tot later!